Vandaag waren we aan het repeteren. Ja. Voor ons concert. Vrijdag 17 juni. En het ging zo goed dat we al klaar zijn. Ik dacht, de beste manier waarop ik mijn muziek kan maken is vanuit mijn eigen instrument. Al deze jongens zijn eigenlijk zeer kundig binnen hun eigen specialisatie. Dus ik breng het bij elkaar. Ja, ik reflecteer op de beruchte afgelopen 2 jaar, de coronajaren. Voor iedereen is het best wel behoorlijk dramatisch geweest. Hoeveel is dat waard over 2 jaar, zeg maar? Ik bedoel, als je wel eens leest over andere epidemieën, pandemie of wat dan ook, cholera-epidemie. Ja, dan wordt het eigenlijk afgedaan met 2 zinnetjes, inclusief dodental. Onze kleinkinderen of achterkleinkinderen krijgen dit op school. Hoe krijgen ze dit op school? Is het een heavy hoofdstuk waar heel veel over wordt gedaan? Of zijn het gewoon 2 zinnetjes als zij in het begin van de... Is het 21ste eeuw? Wat ik zeker in zat, is het vooral het sociaal gedrag wat naar voren kwam. Dus dat heb ik geprobeerd weer te geven. Er zijn heel veel dingen in die terugkeren, zeg maar. Want we hebben heel veel met herhaling te maken gehad, hè. Hoop en dan weer die hoop die wordt ingeperkt. Veel langdradigheid, dus lange melodielijnen. De merkwaardigheid van het hele verhaal. Hoe we eigenlijk proberen door te gaan met onze dagelijkse gang van zaken. Maar dat het eigenlijk toch een soort van vreemd aspect aan hing. Dat probeer ik een beetje weer te geven. En nu, ik denk dat we nu pas eigenlijk beseffen wat het allemaal inhoudt. Dus zo probeer ik eigenlijk een soort reflectie erop te geven.